Zijn tegenstander op deze 10 kilometer, Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen. Kramer, de grootste allrounder aller tijden. 6 keer werd hij kampioen op de WK Allround. 2 keer won hij brons. Is dit de 10 kilometer die hem brengt naar zijn 7e titel? Staat op grote hoogte. Als het gaat om allround, natuurlijk ook. Op de andere afstand. Het is een fantastische schaatser. En laat dat keer op keer zien. Ondanks dat moeilijke begin van dit seizoen. Problemen met de luchtwegen, geopereerd. Pas laat een beetje goed kunnen trainen. En dat tegelijkertijd met een overstap van de succesploeg TVM naar de ploeg van Jack Ory. En in die Lotto Jumbo formatie heeft hij de stap kunnen zetten naar nog een hoger niveau. Was beter op de 5 kilometer in Heerenveen dan hij ooit was. Dus er zit nog steeds rek in deze man. Was daarom zelf ook wat teleurgesteld over de 1500 meter. Zoals aangegeven, hij gaat voor de tijd rond de 12.50. Dus dan moet hij 20 keer iets pakken op de 31.0. En de herhaling van dat oude wereldrecordrace die we eventjes zagen vlak voor deze 10 kilometer. Had hij zelfs 29 in de benen. Misschien zit er ook wel wat venijn in bij Kramer na die 1500 meter. Waar hij toch behoorlijk boos was over die wissel. Oeps, 31-1, dat moet sneller. We weten ook van Juskov en Costa Poltevet dat ze de tijd van Kramer pakken. Plus 7 seconden. Anders heeft het helemaal geen zin. Dus ze gaan het wel proberen. De Russen. De verschillen in het klassement zijn lijken in het voordeel van Sven Kramer. Kramer staat 7 seconden. Achter Juskov, Pedersen 8 seconden achter Juskov. Onderling verschil dus tussen Kramer en Sverre Lunde Pedersen 17. En weer 30-8. Pedersen rijdt zijn eigen race. Die heeft de marge ten opzichte van Swinks. Ja, die is groot. 25 seconden, dat hebben we goed. Die gaat voor een degelijke race. Dan vergeten we bijna Moorsen nog. Die zit daar nog tussen. Maar van Moorsen kun je niet verwachten dat hij een geweldige 10 kilometer uit. Nee, zeker niet naar de 1500 meter eerder van vandaag. Waar hij zoveel moeite had met die laatste anderhalve ronde. Kramer op de 2 kilometer. 30-5. Zijn snelste rondje tot nu toe. Na 5 ronden. Houden dus van het baanrecord. 12:51:60. En ook al zo lang houden van het wereldrecord. Maar daar zijn het de omstandigheden niet meer. Maar Jorrit Bergsma is hier ook aanwezig. Die zou het natuurlijk wel kunnen proberen volgende week bij de finales. Maar schijnt dat niet te gaan doen. Pedersen rijdt zijn eigen race. Die kan niet mee met wat Sven Kramer kan. Die moet zorgen dat hij op de 3e plaats blijft staan op dit WK Allround. En misschien nog hopen dat Juskov nog wat toegeeft. Daar Jorrit Bergsma. Samen met zijn aanstaande vrouw Heather Richardson. Achter nog 100 meter. In tijden van het baanrecord kwam Kramer door in 3:38:41. Daar iets achter. Kramer moet een tijd neerzetten voor Juskov. En Sverre Lunde Pedersen achter zich houdt. Nou, dat eerste, dat lukt. Hij komt goed uit voor de bochten. Beter dan zijn ploegmaat Douwe de Vries. De 7. Steeds een 10e boven de rondetijden die hij had ten tijde van zijn baanrecord.
30-9 nu. De tijdenkruik wat omhoog met nog 16 ronden te gaan. Kramer is een houder van beide wereldrecords. Nooit was er een schaatser in die lange geschiedenis langer houder van de wereldrecords op de twee lange afstanden. 7 jaar en 110 dagen is Kramer nu in bezit van de 5 en de 10 kilometer. Kost staat op die lijst nummer 2. Maar die had natuurlijk wel het pech dat we zijn records aan konden vallen op klapschaatsen waar hij zijn vaste schaatsen nog neer heeft gezet in 94. 15 ronden nog voor Kramer. En houdt die rondetijden heel netjes rond de 30-7. Daar staan de wereldrecords. Die lijken toch wel buiten bereik. Nee, een baanrecord zou voor Calgary ook al mooi zijn. Het is niet meer de snelste baan ter wereld. Die eer komt Salt Lake City toe. Voorlopig gaat het nog wel soepel met Kramer. 4400 meter. 5:42. 80. Kruipt hier naar zijn baanrecord toe. Ja, en hij noteert natuurlijk. Stoïcijns weet wat Kramer kan. Heeft ook in de begeleiding gezeten van de ploeg van Sven Kramer. Kramer probeert die bochten zo te rijden dat hij weinig druk heeft op zijn bovenbenen. Ritme is hoog, de kniehoek is ook hoog. En schommelt van 30-7, 30-9, 30-7, 30-9, 30-7, 30-9, continu. Kijk maar, die kniehoek komt elke keer omhoog. Dan mag hij wel wat meer druk erop zetten. Kijken we naar Pedersen. Dan zijn zijn tussentijden nagenoeg gelijk aan die van Swings en Conté. Maar Pedersen heeft een ruimer marge ten opzichte van de twee leiders in de klassement. Daar Douwe de Vries met aanwijzingen en de steunbetuigingen voor Sven Kramer zijn ploeggenoot. 30-9. Ja, en de voorgaande ronde was 30-7. Juskov is nu ook aan het inrijden op de inrijbaan. En daar waar Poltavec de tijden opschrijft, betekent dat nog niet dat Juskov die meteen kan uitvoeren. Hier, daar eventjes een tussenslagje voor de bocht bij Kramer. 5600 meter. In tijden van zijn baanrecord kwam hij hierdoor in 7:15:07. Vlak daarboven is een rondje 30-8. En in dat baanrecord schema had hij een paar rondjes 31. Hier in het aansnijden van de bocht. Waar hij even schakelt. Kniehoekje wat omhoog. Om ervoor te zorgen dat hij elke bocht perfect aan kan snijden. Zoveel ervaring natuurlijk op deze lange afstanden. Won al sinds 2006 continu de dubbel. Als hij aan de start verscheen. Opmerkelijk ook tijdens de persconferentie voorafgaand aan dit toernooi. Zei hij een paar jaar geleden was ik misschien iets sneller. Maar nu heb ik iets minder een basissnelheid. Maar op ervaring, efficiëntie en conditie kom ik makkelijker die laatste rondes door. Kramer, een volwassen Kramer, is nog altijd een zeer goede Kramer. 28 jaar oud. Zwerlende Pedersen, 22 jaar oud. Kijken we naar het baanrecord. Zit hij daar nu een flinke stuk onder. ...6800 meter. Ik kwam Kramer ten tijde van dat baanrecord door in 8:49:16. Rondje 31-3. Hij is nu sneller. 8:47:96. 30-9. Pakt dus weer 4/10 ten opzichte van dat baanrecord. En Juskov heeft dat door. Maar toen hij de baanrecord reed, had hij een slot waar je bang van wordt. 29-7-28, 5 slotronden. Baanrecord is 12:51:60. En Juskov weet dat hij nog nooit sneller reed dan 13-17. 7 ronden nog te gaan. Voor Kramer blijft in rondjes 30. Die 2 seconden onder zijn baanrecord. Pedersen rijdt in de schaduw een geweldige race. De 22-jarige Noor gaat het podium halen.
Maar wordt dat brons of wordt dat misschien wel zilver? Zo vaak was hij vierde. De afgelopen twee edities werd Sverdlund Pedersen vierde. Daar helemaal achter in beeld. Kramer nog steeds 30-8. Nu gaat hij voor het eerst op een groot oranje podium terechtkomen. Lost hij Bukko af. Bukko was de laatste man uit Noorwegen die dat deed. Zilver in 2013. De laatste oranje kampioen was Johan Olaf Kos. De laatste van Nederland was Koen Verweij. Maar die is er niet bij. Die viel op de eerste meters op de 500 meter. Die kon geen strijd leveren met deze Sven Kramer. Die zoveel beter is dan Sverdlund Pedersen. Hij versnelt, Erik. 10, 20, 28 met een rondje 30-6 op de 8 kilometer. En Pedersen blijft stabiel. Die treedt uit de schaduw van Bukko. De man die de Shadow werd genoemd. De Kramer weet dat hij sneller moet. Dat hij moet versnellen. Want die laatste rondes waren zo snel ten tijde van zijn baanrecord. 12:51:60. Wat doet hij nu? 8400 meter. 10:51:28. Gaat nu wat prijs geven. Rijdt nu een rondje 31-0. Zijn eerste 31er na de rondje op de 1200. Terwijl Kramer zijn baanrecord afsloot met een rondje 28-5. Oeh, kijk eens. Ook wringend door die binnenbocht hier. Kramer. Drie ronden nog. En hij klopt echt het toppen voor elkaar om die rondetijd onder de 31-0 te krijgen. Maar kijk naar het bewegingspatroon. Een speciale atleet. In handen nu van Jack Ory. Had het baanrecord in gedachten, maar moet die gedachten nu laten varen. Van door in 11:53:39. Op 9200 meter. Nee, dat gaat hij niet halen. Die slotronden waren toen te goed. Een 29er en een 28er. Laag in die 12:50 blijven. Ver van het wereldrecord verwijderd. En nu ook het baanrecord laten varen. Maar records zijn maar records. Het gaat hier om de titel. De titel van het WK Allround. En weet Sven Kramer hier zijn zevende titel veilig te stellen. Hoe hoog ligt hij de lat? Voor Dennis Juskov. Nog 500 meter. Krijgt nu de bel. Alles gegeven. Wordt dit een belangrijke overwinning voor Sven Kramer? Ging dit jaar uit zijn comfortzone. Van Kemkers naar Ory. Een ander team, een andere trainer. En niet de ideale voorbereiding. Had last van zijn luchtwegen. Operaties. Was niet in goede doen in het begin van het seizoen. Maar wat heeft hij zich gerevancheerd? Heeft moeite nu met die laatste meters op de 10 kilometer. Op deze meters moet hij het fundament leggen. Nu voor de wereldtitel. Moet hij Juskov schrik aanjagen. En hij doet dat met 12:56:70. De snelste tijd natuurlijk op de 10 kilometer tot nu toe. Is dat een tijd die Juskov aan kan? Sverdlund Pedersen. Achter Kramer aan. Rondje 33 komt naar 13:09:46 en verdedigt zijn positie in het klassement. Vierde tijd op de 10 kilometer. Maar nog altijd tweede achter Kramer nu. En daar komt zo dadelijk Juskov als tegenstander in het strijdperk.